Hallo allemaal, daar zijn we weer. Het is vandaag zaterdag 1 juni. Ja, dat ja. Ik ben vandaag begonnen met de Friese en Petri challenge. Leuk, leuk, leuk. Maar ik ga ook even de kerststuffing doen voor deze maand. Ik heb van de laatste natuurlijk condensing gedaan, waardoor ik echt immens veel geld hierin heb. Ik heb even dit gedaan. En de rest is voor... Nog een andere cash stuffing ga ik binnenkort ook nog even doen. Dat is dan mijn vakantiegeld, belasting teruggaven en wat ik over had van de maand mei. Wil ik gewoon even in één keer verdelen over de challenges. Want het is zoveel, vind ik net zo leuk om het in één keer een hele grote cash stuffing van te maken. Oké, dus ik heb hier... volgens mij 55 euro van de reiskosten nog de afgelopen maand. Doe ik nu ook even 20, 30, 40, 45, 55. Dus die gaan we zo eventjes dobbelen. Want ja, waarom ook niet? En dan moet dit 400 euro zijn. Ja, goed opletten, poepo. 400 euro die ik ga verdelen over de potjes. Gaan we eens even zien. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 130, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 200, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 300, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 80, 90, 400 euro die we gaan verdelen over de potjes. Wat ik zeg, ik ga dus eerst eventjes dobbelen van mijn reiskosten doen, want dan is dat gewoon gedaan. Ik heb natuurlijk wel mijn dobbelsteen nodig, anders valt er me weinig te dobbelen. Daar heb ik mijn tienzijdige dobbelsteen voor nodig. En dit mapje, oepsie, ja, nog weer, hoppakee. En dan heb ik hier de elektrische fiets. En elk oogje is een bepaald bedrag waard, dus heb ik deze nodig. En dan gooi ik hier een 8. En 8 is 15 euro, dat sowieso... bij de elektrische fietsen gaat. Mag nog een keer rooien. 4 is 20 euro. En ik heb nu nog 20 euro over. Dus stel ik gooi 25, dan heb ik dus te weinig. En er mag 20 euro bij mijn kleding in. Voor fiets- en werkkleding en outdoorkleding. Alles wat met kleding te maken heeft in ieder geval. 1, dat is 5, dus dat is heel mooi. En dan gaan we nog een keer rooien. 0, en dat is 25, en dat heb ik dus niet. Dus deze gaat lekker bij de kleding in. Moet ik het wel in de juiste map hebben natuurlijk. Op zich wel handig. Uitjes is helemaal leeggetrokken. Echt zielig. In ieder geval gaat 15 euro bij de kleding in. En dan heb ik 100 op de rekening. 20, 30, 40, 45, 50. Dus 150 heb ik weer voor kleding. Dat is heel fijn. Voorlopig ga ik niks halen, denk ik. Of misschien ook wel, ik weet het niet. We shall see. En dan heb ik... deze natuurlijk voor de fiets. Dat gaat echt wel lekker sparen, moet ik zeggen. Voor de fiets heb ik 500 op de rekening. 50, 70, 90, 610, 620, 25, 30, 635 euro heb ik alweer voor de fiets gespaard. En dat is sinds september volgens mij uit mijn hoofd. Dus daar ben ik heel erg blij mee natuurlijk. Hoppakee. En dan gaat nu de gewone kerststuffing beginnen. Oké.
Deze maand heeft 4 weken, dus ik heb 4 keer voor boodschappen geld. Alleen ik ga wel het volledige bedrag stuffen, maar ik heb in verband met de challenge heb ik maar een budget van 15 euro per week. Maar nogmaals, ik ga wel het volledige bedrag stuffen, want wat over is, ga ik gewoon in een spaarmapjes verdelen. Dus ja, goed verhaal. 20, 30, 40, 45, 50. Want wat over is, wat ik dus in die mapjes doe, die ga ik einde van het jaar verdelen over de spaarchallenges. Dus dat maakt helemaal niet uit. Dus dit is de eerste week. 20, 30, 40, 45, 50. Voor de tweede week. Ik ben eigenlijk ook al wel enthousiast dat ik met de challenge begonnen ben. Want als ik zie wat voor voorraad ik heb, ga ik heel ver komen. 20, 30, 40, 45, 50. Voor de derde week. Soms heb ik ruzie met die mapjes. Maar ja, ik ben ook maar een mens, hè. Ondertussen streng toezicht van Sascha hier. En de laatste week. 20, 30, 40, 45, 50. Voor week nummer 4. Jee. En boodschappen week 5. Nou, die hebben we dus niet. Voorraad. Ik heb helemaal leeg getrokken. Daar gaat 10 euro bij in, als ik het goed heb. Zit niet helemaal op te letten. Verrassing. Ja, voorraad krijgt 10. De poezel krijgt 20. Ja, zelfs jij krijgt een zak geld. Dus 20. Lijkt 20, 40, 60, 80, 100 euro voor de poezel. Dus dat is mooi. Voorlopig hoef ik niks te halen voor de, want ik heb er zoveel spulletjes naar huis. Qua eten, snackjes, kattenbakvulling en noem maar op. Meer dan zat. Dus dan kan ik weer even lekker goed gaan sparen. Waarschijnlijk pas einde van het jaar dat ik weer zat hoef te halen voor haar. Misschien een keer iets lekkers tussendoor, maar that's it. Huishouden gaat 5 euro krijgen. Kijk eens aan. Dus heb ik 20 euro in huishouden zitten. En wasmiddel gaat 5 euro krijgen. En dan gezondheid krijgt eventjes niks. Zit nu 25 euro en dat vind ik voor nu al even goed. Want ik wil bij verzorging namelijk even 10 euro erin doen in plaats van de 5 euro. Dus de 5 euro van gezondheid gaat in dit geval mee naar verzorging. Want ik zie dat deodorant in de aanbieding is. Dus ik wil even goed inslaan. Dus voor 15 euro kan ik er even een stuk of 10 bussen halen. Ik weet het. Maar daar kan ik gewoon heel lang mee vooruit. Die rollers heb ik nog meer dan voldoende, maar die bussen zijn aan het slinken. Dus ja, goed verhaal over deodorant weer, hè. Even kijken, dan heb ik nu snackdag. Deze gaat 10 euro krijgen. Er zit nog 1 eurotje in. Dat is ook wel fijn. Een Aziatisch genot, ook jij krijgt 10 euro van mij. En dan heb ik hier nu 40, 42 euro. Dus de kans is dat als deze challenge lekker voorbij is, dat ik misschien even heel veel sushi ga halen. Oh, zo vervelend ook. En dan heb ik het volgende mapje. Dat is deze. Dan gaan we even naar het kippie toe. Lekker hoor. Nou ja. Ik heb nog bizar veel kip in de vriezer. Maar het is helemaal niet erg om alvast door te sparen voor als dat weer nodig is. Dus hier gaat ook lekker 5 euro bij in. En voor ik het weet is deze challenge ook alweer vol. Oké, 5 euro bij de kippies.
Dus dan heb ik 20, 30, 35, 40 euro bij het kippie in zitten. Jee. Oeps. En dan de volgende is dagje wegfietsen. Nou, heb ik vorige week gedaan. Heb ik mezelf ook op date genomen. Dus ja, was wel interessant en leuk. Ik heb het ook op video staan. Die staat ook online sinds vorige week. In ieder geval, ik heb nog 35 euro online staan. Ik heb best wel wat uitgegeven. Toen, en er gaat dus nu 10 euro bij komen. Dus het wordt 35, 45 euro. Dat in dagje weg fietsen zit. En dan heb ik MeTime. Jij gaat 15 euro krijgen. 15 en dan heb ik 120, 30, 135 in MeTime zitten. Voor een lekkere massage of de kapper. Weet ik veel, iets leuks in ieder geval. Eentje heb ik helemaal, of uitjes heb ik helemaal leeggetrokken. Want ik heb, ik ben heel veel weg geweest. Heel veel uitjes gehad. Heel vervelend natuurlijk. Maar wel fantastisch genoten. In ieder geval, deze gaat 15 euro krijgen. Dus er is weer een beginnetje. En dan heb ik kleding, werken, sport. Dat is net natuurlijk wat bij ingekomen. Maar hier gaat het ook 25 euro bij in. Hoppakee. Dus heb ik 100 op de rekening. 20, 40, 50, 60, 65, 70, 75. Dus dat is weer mooi. En dan heb ik schoenen. Hier gaat 10 euro bij in. Dus heb ik 100, 10, 20, 25 euro voor schoenen. Jee. En dan hebben dingetjes. Hier zit nog wat kleingeld in. Dus die gaan we er even uithalen. Voor de kerstavond van morgen of voor de weekafsluiting van morgen. Dus dan heb ik 20, 40 en het tientje die erbij komt. Dat maakt dan weer 50. En dan heb ik hier boeken en puzzeltjes. En hier komt 5 euro bij in. Dus dan heb ik 100 op de rekening. 20, 30, 35, 40. Hatsplat. Dan is die ook weer gedaan. En dan ga ik naar het laatste mapje. En dan komen we bij My Birthday. Die had ik alsnog leeggetrokken, die laatste 5 euro. Ook nog voor mijn etentje. Dat was natuurlijk ook gedeeld voor mijn verjaardag nog. Dus die 5 euro kwam ook echt nog wel van pas. Dus ik ben gewoon schandalig veel uit geweest. Maar ja, ik heb er echt nogmaals echt wel van genoten. Dus ik ga me helemaal niet schuldig om voelen. Mappadag, die is zo goed als leeggetrokken. Er zit nu 30 euro nog in. En er gaat 10 euro bij komen. Dus dat is deze eventjes. Gewoon een tientje. En dan gaan we wel weer zien hoe ver we ermee gekomen. Er moet sowieso nog een verjaardag af. Mijn vader is... deze maand jarig. Dus dan komt het ook nog wel van pas natuurlijk. Dus er zit nou 40 euro in. En eigenlijk zijn we in dat geval weer opnieuw begonnen met sparen. Jee. Verjaardag en online tikkies. Die had ik natuurlijk leeggetrokken voor mappadag. 5. En cadeautjes. Hetzelfde verhaal. Ook leeggetrokken van mappadag. Omdat ik niet wist hoe het om toe zou gaan. Dus die is ook gedaan. En dan het laatste. Dat is 10 euro. En die is dan voor de feestdagen. En dan heb ik nu 50 euro op de rekening. 70, 80, 85 euro. Voor de feestdagen. Zoals kerst, oud, nieuw en Pasen. En er zijn nog natuurlijk wel meerdere feestdagen. Maar dat doe ik niet. Bijzonder veel aan of zo. Dus dit is het. Jee. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden.
Dus ja, wanneer ik de andere cash over ga doen met het mega bedrag, weet ik nog niet. Want het is, wat ik zeg, echt veel. Het is dus een loon wat ik over had van afgelopen maand. Vakantiegeld, belasting teruggave. En dat was het volgens mij. In ieder geval, die gaat ook nog komen. Maar wanneer? Geen idee. Of dit weekend of volgend weekend. We shall see. Eén grote verrassing. In ieder geval, ik ga er een einde aan breien. Ik wens je een heel fijn weekend. Maak er moois van. En tot de volgende. Doei doei.